Het Nationaal Leger heeft een paar kaderleden erbij. Deze groep militairen staat veel werk te wachten, zei legerbevelhebber Werner Kiewassen vandaag tijdens de afsluiting van de opleidingen officiers- en onderofficiersvorming. De bevelhebber merkt op dat er behoorlijk wat wijsheid is waarop hij nu kan terugvallen in de 40 onderofficieren en de 39 officieren die de 4 maanden durende opleidingen hebben gevolgd of hebben afgerond. U bent ervaren en wijs genoeg en nu bent u een treetje hoger op de ladder geplaatst. Tijdens uw cursus heeft u genoeg middelen gehad om te kunnen bewegen als voorbeeldige leider en manager. Met de kennis en versterkt door uw eigen wijsheid en ervaring gaat u mij als bevelhebber de lading helpen dragen die ik heb aanvaard op 27 oktober vorig jaar. U gaat mij en de leiding moeten helpen dragen die verantwoordelijkheden die we allen hebben meegekregen. En dat is dat we ons land beschermen tegen buitenlandse militaire agressie en dat wij onze samenleving ondersteunen in de ruimste zin des woords. Maar ik doe vooral een beroep op u om mij en de leiding te ondersteunen in het verder ontwikkelen van onze defensieorganisatie. Kiewassen zegt verder dat er op gelet moet worden dat het moraal en de ethiek van de defensieorganisatie niet worden meegesleurd door de normvervaging die reeds plaatsvindt in de Surinaamse samenleving. Defensieminister Krishna Kumari Mathura zegt dat het de bedoeling is dat er vanaf nu meer leiderschap wordt getoond binnen het leger. Wat moeten we doen? Ik geloof, en dat is ook wat ik voor mezelf doe. Het eerste is dat we kalm blijven, rustig blijven, goed nadenken. Een attitude hebben, een instelling hebben van doorgaan. Van steeds oplossingsgericht kijken. Hoe kunnen we bijdragen? Een attitude hebben van ondersteunen. Van kameraadschap. Dat we elkaar niet in de steek laten. Dat we samen zijn. Want een organisatie als de defensieorganisatie kan je alleen surviven als je elkaar ondersteunt. En dat is de basis van onze opleidingen. Mathura zegt verder dat binnen het leger kameraadschap wordt aangeleerd tijdens de opleidingen. Er moet solidariteit en ondersteuning worden geboden.